Verschillende religieuze organisaties hebben de afgelopen zondag het Advent gevierd en daarmee ook het kerstfeest ingeluid. De Rietveldschool heeft vanmorgen een steentje daartoe bijgedragen. In het kader van de Anitri Singi Prisiri hebben de leerlingen van de lagere en de Mulo-school vandaag zingend het kerstfeest ingeluid. Dit is gebeurd op de hoek van de Titoniastraat en de Hermitageweg. Onze nieuwsdienst heeft het volgende verslag hiervan gemaakt. Kinderen die zingen nu een aantal kerstliederen en dit is om het publiek te trekken, zodat ze komen luisteren wat onze kinderen doen, wat onze kinderen leren op de EBG-scholen. Ja. Okay. En doet de Rietveldschool alleen mee? Nee, de Rietveldschool doet niet alleen mee. Als het goed is, doen alle EBG-scholen in Suriname, de districten en ook in het binnenland, ja, moeten dit doen. Ja, om kerst in te luiden. Ja, de voorbereiding is niet nu. We zijn er al maanden bezig. Eigenlijk vanaf oktober al naar nu. Samen met de Mulo School doen we dit. Dus elk jaar hebben we de Anitri Singi Prisiri. Het is eigenlijk vanaf het vorig jaar weer in leven geroepen. Omdat de EBG-scholen heel erg bekend staan als zingende scholen. Maar dat ging een beetje verwateren. En toen heeft de directrice van Stichting Onderwijs EBG besloten van om het weer in het leven te roepen. Door de kinderen een paar liederen op te geven elk kwartaal. Eigenlijk tijdens de hoogtijdagen. Om die in te oefenen, zodat we het niet alleen op school zingen, maar ook aan de gemeenschap brengen. En daarom hebben we ook ervoor gekozen om hier op deze hoek te komen, zodat ook anderen het kunnen horen. Ze hebben 5 liederen ingestudeerd. Ze zijn eind oktober begonnen. Jawel, eind oktober. Het was wel een beetje moeilijk voor ze, vooral de diep Surinaams van die liederen, maar ze hebben het gedaan. Dus het was heel erg leuk en ik zou dit wel graag een aantal keren nog willen doen. Volgend jaar misschien. Ik zou het wel leuk vinden. Hoeveel liederen hebben jullie ingestudeerd? De minste 5 of 6. 5 of 6, ja, 5 of 6. En welke zijn die? No Christianity, Heilige Nacht, Ajain Christianity, Tide Prisiri. No Christianity kisi, sweeti temfu blessi, familo biu. Jaden Hakmat en daarvoor Hermien Kasmo en Chiquita Sylvester, respectievelijk muziekleerkracht en schoolleider van de Rietveldschool. Deze school heeft vandaag in het kader van de Anitri Singi Prisiri het kerstfeest ingeluid.